De vaak moerassige oerwouden in de tropische gebieden zijn een paradijs voor muskieten. Die overigens ook in de dorpjes, waar de hygiënische toestanden soms nog veel te wensen overlaten, volop de kans krijgen zich te ontwikkelen. De beruchte gele koorts, die vooral in Centraal-Afrika en Zuid-Amerika voorkomt, wordt van zieke op gezonde mensen overgebracht door een muskiet die er zo uitziet. Vroeger trad de ziekte vaak epidemisch op. Dat dit thans veel minder het geval is, is voor een deel mede te danken aan het werk van het Instituut voor Tropische Hygiëne in Amsterdam, een afdeling van het Indisch Instituut. Hier wordt namelijk een vaccin bereid dat de mens behoedt tegen infectie met gele koorts. Men gaat daarbij uit van eieren die gedurende 8 dagen bebroed zijn. In de schaal wordt een groef gemaakt en via de daardoor ontstaande opening spuit men het verzwakte gele koortsvirus in het ei, dat dan opnieuw 3x24 uur in de broedmachine gaat. Het virus vermeerdert zich in het ei miljoenenvoudig. De met virus besmette embryonen worden dan in een apparaat gebracht waarin ze in zeer fijne deeltjes verdeeld worden. Er wordt gedestilleerd water aan toegevoegd en het dan ontstaande mengsel wordt gecentrifugeerd. De grovere deeltjes worden hierbij naar beneden geslingerd. De resterende vloeistof, het gele koortsvaccin, wordt overgeheveld in een verzamelkolf en daaruit in ampullen afgetapt. De ampullen worden bevroren in alcohol-koolzuurijs dat een temperatuur heeft van 70 graden Celsius onder nul. De buisjes moeten daarna gedroogd worden. Ze worden daartoe stuk voor stuk bevestigd aan een tevoren gesteriliseerd apparaat dat aangesloten is op een vacuümpomp. Tijdens dit proces wordt het vocht aan de ampullen onttrokken, die vervolgens met zuivere stikstof gevuld en dichtgesmolten worden. Ten slotte worden ze voorzien van etiketten en dan zijn ze gereed voor verzending over de hele wereld. Elke persoon die op reis gaat naar gebieden waar gele koorts voorkomt, wordt, en dat is internationaal overeengekomen, ingespoten met gele koortsvaccin. Nederland is een van de weinige leveranciers van dit vaccin. Dankzij het werk van het Instituut voor Tropische Hygiëne wordt de verspreiding van deze ernstige ziekte voorkomen, hetgeen van gunstige invloed is op de algemene gezondheidstoestand in de tropen.